Oh, er was eerst nog een leuke subtitel ook. Waarvan waar er stond: van... Regels zijn regels. Regels, oh nee, regels zijn er niet voor niets. Of... Regels zijn er niet voor niets. Dus het gaat over een of ander schandaal of zoiets waarbij Baudet ergens bij betrokken was. Bij een of andere, wat was het, bestuursorgaan van een of andere private organisatie. wat niet was vermeld. En. Zoals al die VVT'ers ook, bedoel je? Ik wou net zeggen, was het niet zo een tijdje <laughs> geleden uitgekomen dat bijna alle eerste Kamerleden onvermelde nevenfuncties hebben? <laughs> <Ja>. <laughs> Gewoon letterlijk bijna allemaal. <laughs> Vergis ik me daarin? Dat was toch. Dat, 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 ja, daar staat ik ook al iets van bij, hè? Maar niet dat ik er tegen ben om dat soort regels te hebben of te handhaven. Maar het is zo duidelijk dat het op een politiek gemotiveerde manier wordt toegepast. Ja, en Dat is wat ik nou dus gaan zeggen. Het wordt inderdaad, regels zijn er niet voor niets. En, en regels, als je dat, dat woord gebruikt, dan heeft dat een soort, soort aura van onpartijdigheid of zo. Maar die regels zijn bepaald door de Tweede Kamer. Dus die regels in zichzelf zijn politiek. En wie gaat er over of wanneer die regels worden toegepast? De Tweede Kamer precies dus dat is gewoon, dit, is het hele, dit is gewoon een politiek spelletje en dan wordt het in goede uh, technocratische fashion ja. <laughs> wordt het even gepresenteerd als een alsof het inderdaad gewoon zo is, punt, en dat is soort van in steen gebeiteld, ja. een wet van mede en persen en dit is ook de beeldvorming weer door middel van weglating, want in principe als we dit even gaan doorlezen, dan staat er vrij weinig in waar je het echt mee oneens kan zijn, denk ik Kijken. Vorm voor de democratie leider wordt waarschijnlijk een week geschorst. Kamerleden stem, Wat is ook gewoon. Belangenverstrengeling. Je mag een week niet meer meepraten, maar wel stemmen. Ik snap ook wel dat je niet een mandaat kan ontnemen als kamer. Maar je zou in de grondwet toch moeten vastleggen. dat. Uh, dat je bepaalde beschermingen hebt tegen belangenverstrengeling. En ook als je hier naar kijkt. naar het voorbeeld, was het nou ook weer niet zo. weet ik veel. alsof het alsof je enerzijds aan het stemmen bent over wetgeving van energie... en anderzijds door Shell wordt betaald of zo. Dat zijn meer een soort van VVD-achtige belangenverstrengelingen... die wel echt in, invloed hebben op je functioneren als volksvertegenwoordiger. Maar dit is gewoon... Ja, we hebben hem! Dat is het toch gewoon? Ja, ja, ja. En ook zeg maar, dan de sanctie zelf, dat je denkt van... In de hoek zitten. <laughs> alsof hij ooit zijn betogen, zeg maar... In de Tweede Kamer. Uh, wat dat betreft is het eigenlijk misschien wel slim. Maar, zeg maar zijn, hetgeen dat hij in die Tweede Kamer zit te lullen. Dat is totaal irrelevant voor het besluitvormingsproces. Ja. Dat is voor zijn YouTube kanaal is dat <laughs> relevant. Dus dat is wel waarom. Daar pakken ze hem op dan. Maar ja, aan de andere kant kan hij dan ook gewoon weer zeggen. Oh, ik word gecensureerd en ik word, ge, ik word gecanceld, of whatever. Ik weet niet veel wat hij gaat zeggen. Zoiets gaat hij zeggen. Zo. Ja, maar dat was hetzelfde met zijn uh, speech bij de Algemene Verschouwingen. Als je er opnieuw naar kijkt. Dat is niet hoe de mensen die deze beslissing maken er naar kijken. Ze zijn niet bezig met het, het ontnemen van het platform van Cherry. Ze zijn vooral bezig met hun eigen platform boosten. En of ja, ze daarbij ja. ook tegelijkertijd Cherry boosten, omdat het tegenpolen zijn die elkaar nodig hebben, kan ze niet schelen. Want ze zijn ja. niet anti-Cherry, ze zijn pro zichzelf. Ja, ja. Cynisch, jongen. Oh my god. Maar oké, okay, sorry. Het is zo fucking cynisch. Ja, maar dit is dus ook gewoon... In korte tijd, aflevering 3 van de schoolpleinreviews in Den Haag. Ja, ja, ja. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat de meerderheid van partijen de schorsing waarschijnlijk steunt. De fracties D66, PvdA, die Partij van de, de, de Dieren, GroenLinks, JA21, Volt, Den Haan en Gundogan steunen de schorsing zeker. Volgens ingewijden geldt dat waarschijnlijk ook voor VVD en CDA. Die vinden het wat moeilijker, omdat die natuurlijk zelf guilty as fuck zijn. Ja. Zeg maar meer dan de rest. Uh, ja, ja. en de rest wil gewoon deugen natuurlijk. Het is wel gewoon een, staal, een goed staaltje deugen dit. Nou ja, maar dat wordt eerst nog morgen in de fractie besproken. En die bespreking zal er waarschijnlijk ongeveer zo uitzien. Wacht even, maar wij doen dit ook allemaal. Worden wij daar ook niet op gepakt? En dan zeggen ze, ah joh, maak je geen zorgen. Het gaat per stemming in de Tweede Kamer. Dus <laughs> daar hebben we het gewoon niet over. En de media hebben het er ook niet over. Dus niks aan de hand. Uh, misschien dat er wel een paar zijn die in een broek schijten daarvoor. Ja. Volgens de regels van de Kamer mag er over de voorstellen van de Integriteitscommissie niet worden gedebatteerd, maar alleen worden gestemd. Maar hier zo wordt gezegd dat het nog in de fractie wordt besproken. Ja, maar de, dan gedebatteerd als in, in, de, in een tweede Kamerdebat. Precies. anders dan in de fractie toch? Dus ze zijn nu gewoon nog steeds aan het bespreken van goh, hoe gaan we stemmen en een beetje deeltjes sluiten en zo maar dan zonder dat het op tv komt. Ja, gewoon zoals het zeg maar alle besluiten genomen worden. Ja, dus in de naam van <laughs> integriteit gaan we gewoon deeltjes achter gesloten deuren maken. Tja, ja. ja.